Weet je hoe graag ik blauwe ogen zou willen hebben? Echt waar, het lijkt me zo geweldig om blauwe ogen te hebben. Maar ik zit met poepbruine ogen. Wat een heerlijk weer is het, hè? Word toch blij man van dit weer? Ik begin trouwens wel lekker heel snel, vlokjes. Het is gewoon 25, 26 graden in Nederland. Oh mijn god, het is echt heerlijk. Ik heb al 2 dagen in de zon gelegen. Ik weet niet of je het kan zien. Het zal wel niemand in mijn gezicht doen. Dus nou zo snel bruin worden, maar... Ik dacht van nou, laat ik weer eens een BuzzFeed quiz doen. Yes! En ja, het heeft daar geen thema of zo. Ik heb gewoon een paar, 3 leuke quizzen uitgezocht die mij wel grappig leken. Dus quiz 1 is... What year did these YouTubers post their first video? Ik denk niet dat ik daar heel goed in ben, maar we gaan zien. Oké. Deze ben ik in ieder geval wel geabonneerd. Marcus Butler. 2010, 2008, 2009, 2011. Weet je, ik denk 2010, 2011 sowieso niet. Ik ga voor 2008, denk ik. 2010? Nee. Oh. Ik ben echt van echt, hij is al heel lang bezig ofzo, maar in 2010. Nu heeft hij snel voor elkaar gekregen. Shane. Ik was bij hem geabonneerd. Ik weet eigenlijk niet meer waarvoor, nu niet meer, man. Shane Dawson. 2010, 2009, 2008 of 2007. Dat is moeilijk. Want wanneer is YouTube opgericht? 2006, 2005 zo? Ik ga voor 2008 weer. Dan Howell. Ik heb van hem gehoord, maar ik ben niet geabonneerd op hem. Dus ja, ik doe me gewoon een random gok, want ik weet het niet, 2010. Ja, je zin. Tyler Oakley. Op hem ben ik wel geabonneerd trouwens. 2006, 8, 7 of 9. Ik ga voor 2007, ik denk dat hij echt al heel lang bezig is. Ja, vind ik leuk hoor. Troye Sivan. Al oh, hij is toch met muziek pas. Zo pas of niet. 7, 8, 9, 10. Kijk, ik drukte nu ineens. Die ging ongeluk. Charlie is zo cool, like. Nog nooit van gehoord. Echt nog nooit van gehoord. 8, 7, 10, 9. Ja, ik weet het echt niet. Ik ken hem nog niet. 2010, 2007, oké. Okay. Zoella. Ik denk dat ik deze wel weet, weet je? 8, 9, 10, 7. Ik weet het trouwens niet, ik zeg het wel, maar... Ik denk 2008. 2009. Oh. Jenna Marbles. Ja, ook van gehoord, maar ook niet geabonneerd. Zo. 9, 8, 7, 10. Ik ga voor... Ik denk dat zij ook zo'n persoon is die lang bezig is, 2007. PewDiePie. Ik ben wel van geabonneerd. Ik kijk eigenlijk nooit video's, maar ik ben wel geabonneerd. Ik denk dat hij er wel al de hele tijd op is. Ik ga voor 2007. Can you guess the Pixar movie by its last line? Wel, ik moet zeggen, ik ben niet heel goed en ik heb wel veel gezien, maar een tijd geleden, dus ik weet niet hoe dit gaat werken. Kitty. Kitty. Moet ik het alleen aan Kitty? Kitty. Monsters. Ratatouille is Monsters Inc. is toch met die monster die moet de kinderen bang maken of zo. Ratatouille is met die muis die kok wil worden of zoiets. Dan heb je Toy Story 2 uiteraard met speelgoed. Monster. Yes. So long, partner. Ik denk Toy Story 3. Partner, weet je wel, misschien aan de Woody dat zei, die cowboy. So long, partner. Oh man, dat is zo slecht. Wally, oh Wally. Wally was echt zo mijn favoriete film vroeger. En trouwens, ik vind hem nog steeds helemaal leuk. Gewoon met dat buiten, weet je wel, in de ruimte en dan heel
heel groot. En dat de aarde helemaal kapot was. En dat de robot met al die mensen, ik weet niet, vond ik echt zo'n geweldige film. Ik kom trouwens weer kijken. Ik ga voor Toy Story 3. Ja, zie je wel. Dat zei Woody. Ah, it's good to be home. Weet je, dit is moeilijk. Deze hebben alle drie kunnen. Bij Cars. Weet je, dat hij weer in zijn truckie zit. En dat hij weer raced. Finding Nemo, omdat hij natuurlijk, hij was kwijt dat hij weer thuis is. En Wally, dat hij weer dat ze terug op de aarde zijn. Home. Ik ga voor Wally. Ja. Oh ja, Wally. Wat was dat? Wally. Oh ja. 6 uit de 8. Nou, dat vind ik. Vind ik hem mooi hoor. Vind ik hem mooi. Do you. Mijn stem viel even over. Do you remember what color eyes these celebs have? Nou, ik ben er niet heel goed in. Ian. Sommerhelber. Ik ken hem niet. Ian Sommerhelber. Ik vind hem een blauwe oogpersoon. Weet je hoe graag ik blauwe ogen zou willen hebben? Echt waar. Het lijkt me zo geweldig om blauwe ogen te hebben. Maar ik zit met poepbruine ogen. Ja, kan er hetzelfde? Nee. Jennifer Aniston. Die heeft volgens mij echt blauwe ogen. Daar zit toch geen verschil in. Kijk, Katy Perry. Nou, als ik deze fout heb, dan vind ik dat wel heel slecht van me. Oké, dan hebben we echt blauwe ogen. Groene ogen. Bruin-groen en blauwig. Het is sowieso geen groen en ook geen bruin-groen, want dat heeft niet zin blauw. Dat weet ik weer. Maar is het. Nee, ik weet het zeker. Het is niet. Het is deze. Het is blauwig, maar het is niet blauw-blauw. Hey. Angelina Jolie. Bruin denk ik niet. Ik denk dat ze bruin haar blauwe ogen heeft. Dus ik ga voor blauw. Jared Leto. Hij heeft blauw. Yes! Dat is gewoon echt een wilde gok, want ik weet niet hoe hij er uitziet, maar. Oeh. Rashida Jones, wie is dat nou weer? Ik denk. You got 3 out of 9. 3 uit de 9, even serieus. Dat vind ik wel echt heel slecht. Oké, so you missed a lot. But don't worry, it really doesn't matter because you truly know that there are way more important things in life than remembering what celebrities have what eye color. Nou, that's true. Dat was het weer voor deze week. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik hoop dat je mijn vlogs hebt bekeken van Disney. Ik vond het echt leuk om te vloggen. Dat was wel, af en toe keken mensen je wel aan, maar ik vond het leuk om te vloggen, dus. Ik zie jullie volgende week weer. Duimpje omhoog. Reactie. Eventueel. Doei.